Goed, goedemorgen dus allemaal. Hartelijk welkom hier op Buitengoed Dorpaal. Een locatie van Steinmetz, de Compaan. En dat is een grote stichting hier in de Haagse regio en een veel grotere regio. En wij begeleiden met z'n allen mensen met een verstandelijke beperking op een x-aantal plekken hier in de regio. En dit is er één van. Wat wij vandaag doen is dat we samen met jullie een paar klussen aanpakken, want wij hebben hier heel veel werk op Buitengoed Dorpaal. Ik zeg altijd, we hebben hier 897 verschillende soorten klussen. En het is wel eens moeilijk om het te organiseren. En het is wel eens moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Want wat wij hier doen is dat we de hele buitenplaats hier 3 hectare groot met elkaar onderhouden. We hebben hier nog een plek waar we wat spulletjes kunnen verkopen. We hebben een kwekerij waar we wat plantjes stekken. We hebben een dierweide. Het gebouwtje daar bij het begin, als je het terrein opkomt, zie je dat aan je rechterhand, waar wat dieren rondlopen. En zo werken er heel veel mensen met een beperking hier op dit terrein. En vandaag gaan wij met elkaar nog een paar extra klussen aanpakken, om te kijken of we van de 997 er een paar minder kunnen maken. Goed, ik ben Hennis Klaas, ik ben begeleider hier van de groep die het groenonderhoud doet. En zo werken we hier met een tiental begeleiders. En iedereen heeft een eigen groep of we draaien met elkaar een groep. Voor vandaag, ik heb het programmaatje hier voor jullie eventjes uitgedraaid. We hebben een redelijk strak programma. Ik wil aan 2 van jullie vragen om straks naar het dierweidegebouw te gaan en daar meedraaien met de groep om daar een klus aan te pakken. Wat die klus precies is, dat is nog een verrassing. Maar dat laat ik aan mijn collega's over. Verder gaan wij hier aan de voorkant voor de kas een afdakje waar we het open haard bewaren. Het open haard hout bewaren, moet ik zeggen. Dat gaan we wat ophogen, want iedereen stoot daar zijn bol. En dat is weer niet handig, dus dat gaan we wat ophogen, zodat het hout toch droog ligt. Zodat we daar af en toe weer eens een zak van kunnen verkopen. En het is de bedoeling dat wij wat struiken en bomen gaan aanplanten in het bos hiervoor. We hebben wat moeten kappen, want een aantal bomen waren ziek, zwak en misselijk. Dus die hebben we weggekapt. En ik heb nieuwe struiken en bomen besteld. En dan gaan we vandaag weer eventjes de boel een beetje opknappen. Zodat daar weer wat verder kan groeien, want we willen het wel graag een bos houden. Nou, wat staat er verder nog op het programma? Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste onderdelen. Omdat jullie niet zo lang hier zijn, dacht ik van laten we maar gewoon meedraaien in het programma wat ook onze medewerkers draaien. Dus die beginnen zo dadelijk om 10 uur en die draaien dan tot 12 uur, werken ze door, daarna lunchen we. Om 12:30 hebben zij nog eventjes tijd tot 1 uur om na de lunch nog even een beetje te freewheelen. Wat ik graag met jullie om 12:30 wil doen is dat we hier in het bos nog een paar grote bomen even aanplanten, zodat er ook werkelijk iets neerzetten vandaag hier, wat ook nog weer toekomst heeft. En dan wil ik om 12:45 hier met jullie op deze plek weer afsluiten en eventjes van jullie horen hoe je de dag ervaren hebt en nog wat meegeven. En dan zeggen we elkaar gedag en hopen op een fijn weekend. Gosta de samba, ai meu coração.
gusta de samba, hoy mi corazón se va a bater. Hallo, ik ben Michelle, ik ben beheerder van Stadsboerderij De Reigershof. Vandaag komen jongeren via NL Doet, jongeren zijn van het Diamant College, komen vandaag vrijwilligerswerk doen op de boerderij. En onder andere doen ze dingen opknappen, zoals hier de cavia huisjes verven en het kippenhoek knappen ze op de binnenkant van het kippenhoek. Dus dat is de planning vandaag.